Oké, we gaan afsluiten met onze vrouwvriendelijke opmerking. En ik heb voor jou iemand uit jouw sporttak, uit het judo van vroeger. Gelle van den Kaveijen, nu ambassadrice voor Weight Watchers. Omdat ze vastgesteld heeft dat zoveel atleten sukkelen met hun gewicht. Maar als er één ervaringsdeskundige is, Rick, dan is het Gelle van den Kaveijen. Gelle van den Kaveijen is 2 keer wereldkampioen geweest. En ik denk dat ze verdient een derde wereldtitel. En dat is een vermageringswereldtitel. Hoe dat kind afgezien heeft in de tijd om iedere keer je gewichtsgrens te bepalen, dat is enorm. Dus, en ook wat je daar ziet rond je, hè, de ene heeft last van bulimie, de andere heeft last van anorexia. Het zijn zaken die samengaan en dan heb je in die gewichtsporten. En als ze nu iemand goede raad zou kunnen geven, dan denk ik wel dat het Gelle van den Kaveijen is. Voilà. Want ze heeft constant gevochten, niet alleen tegen haar tegenstanders, maar ook tegen de weegschaal. Dat is heel mooi om het jaar af te ronden, Jean-Marie, tot in 2012.